Ajax bereidde zich woensdagochtend op de koude velden van de toekomst voor op de wedstrijd tegen AZ. Frank de Boer moet donderdag op verschillende posities spelers missen. De trainer van Ajax heeft naast Fischer, Boer, Sigtorsson, Veldman en Leeuwenburg niet de beschikking over Toulani Serrero en Davy Klaassen die het veld na de warming-up verliet. Ook het meespelen van de zieke Jasper Sillissen is niet geheel zeker. De lijst met blessures opent wellicht de deur voor Daley Sinkgraven. De aanwinst van Heerenveen meldde zich woensdag voor de eerste training bij zijn nieuwe club. Het was hartstikke mooi. Ik heb het nu al absoluut naar mijn zin. En ik hoop dat het zo door blijft gaan. Hoe beviel het dat mee trainen verder? Haak je snel aan, denk je, bij dit niveau? Ja, dat hoop ik wel. Ik vond het een leuke training. Dus ik hoop dat ik snel aanpas. Ja. Het is ook zeker niet ondenkbaar, denk ik, dat jij gewoon speelt tegen AZ, of niet? Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik wil wel spelen en zullen we zien of dat gaat gebeuren. Ben je er klaar voor, als het zover is? Ja, ik wel. Ja. Je bent in principe gewoon helemaal fit van Heerenveen overgekomen, toch? Ja, ik ben gewoon fit overgekomen. Ik heb wedstrijden in de benen, dus ik kan gewoon spelen. Ja. Als Sinkgraven donderdagavond inderdaad van de partij is, zal hij zich razendsnel aan moeten passen aan het spel van Ajax. Natuurlijk is het allemaal een beetje nieuw en dan moet ik goed studeren hoe dat allemaal gaat hier. En dat gaat wel goed komen. Ja. Wat is er anders ten opzichte van de tactiek van Heerenveen? Nou ja, gewoon het gaat allemaal een stukje sneller hier. Omschakeling, druk zetten, opbouw. Dat soort dingen. Je komt misschien niet in de beste periode voor Ajax binnen. Het gaat al even niet zo goed. Je bent eigenlijk de grootste aankoop uit de winter. Komt daar dan meteen ook een stuk druk voor jou bij kijken? Omdat jij het nu even moet laten zien, of niet? Ja, net zeiden ze ook al de verlosser. Maar dat vind ik een beetje overdreven. Dat zo zie ik het ook helemaal niet. En ik probeer gewoon belangrijk te zijn voor de ploeg. Ik hoop daarmee te helpen. Komt geen extra druk voor jou bij kijken? Ja, tuurlijk wel. Maar ik, zoals ik het zie, dan wil ik gewoon lekker voetballen en belangrijk zijn. Dan ga ik niet mezelf roepen tot het verlossen of zo. Nee. Zeker is dat Ajax tegen AZ mikt op niets minder dan 3 punten. Na de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken wil de ploeg zich eindelijk weer eens van zijn beste kant laten zien. Merk je dat er spanning is in de groep ook misschien? Dat er druk ligt op de wedstrijd tegen AZ? Ja, nee, ik kan het niet zo merken. Maar dat zal wel. Het is natuurlijk de laatste wedstrijd was het niet goed. Dus het zal vast wel wat druk zitten, ja. Nou, morgen dan maar weer eens winnen. Ja, dat hoop ik wel, ja. Met jou erbij? Dat weet ik niet, maar we gaan er in ieder geval alles aan doen.